Goedemorgen iedereen, op deze 7 februari 2021 hier te Zeeland-Nederland heeft het serieus gesneeuwd. Momenteel sneeuwt het niet. De temperatuur, het is nu 7:15, -3. Ja, de hoeveelheid sneeuw die er gevallen is, is hier ook wel duidelijk te zien. Aan de tafel hier, kan je toch wel zeggen, tussen de 5 en 10 centimeter. Hier ook de bloempotten met een serieus laagje sneeuw. Ja, ik kan ook wel zeggen dat er momenteel storm is, windstoten, windkracht 7. Dus laat staan tot een 60-tal kilometer per uur. Dus hier ben ik momenteel in de straat. Ja, het is absoluut aangeraden natuurlijk van buiten te gaan met laarzen. Dus het is zo'n serieus pak sneeuw die gevallen is. Ik ga nu even naar het centrum hier van het dorp. Dus Vogelwaarde is gelegen op 10 kilometer van Hulst en laat staan op een 15-tal kilometer van de Belgische grens. Ja, er is ook serieus ijzelvorming. Dus je kan wel degelijk zeggen dat de sneeuw direct verandert in ijs. Hier de locatie van de school, de Schakel, basisschool. Als ik me niet vergis, willen ze dus de school heropenen vanaf morgen, dus vanaf maandag. Het dorpscentrum even in beeld hier. Ja, momenteel is het zo een soort sneeuwstorm, kan je zeggen. Er is veel wind en motsneeuw. Ik zeg, het is toch wel bijzonder koud, ik zeg met door de wind. Zo beste mensen, dat is het deel 1 van het overzicht hier van de sneeuw. Er komt ook wel nog een film. Dus ik ga nu deze opname zo vlug mogelijk online zetten. Voor de eerste blik hier van de sneeuw te Zeeland-Nederland. Tot later.